Hey, hallo, welkom weer. Goedemorgen allemaal. Is er nog niemand? Is er nog niemand? Toch? Ja, jawel, kijk. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Kijk, we staan bij de entree van de school. Prachtige entree. Kunnen we even kijken, mooi beeld laten zien? Ja. Even kijken, we lopen even iets die kant op. Welkom bij de digitale overdag van het Kennemer Lyceum. Mijn naam is Bas Lindehoofjes, gymleraar hier op het Kennemer Lyceum. En ik ben Roxy Nieuwpoort en vandaag nemen we jullie live mee door een tour door deze school. Ja, liever hadden we jullie live hier gewoon zelf fysiek aanwezig rondgeleid, maar dat kan helaas niet. Dus daarom op deze manier. Als jullie vragen hebben, stel ze. Dingen waar jullie heen willen, wij gaan erheen. En we proberen zoveel mogelijk over het Kennemer Lyceum te vertellen. We gaan eerst even een beeld van de hele school laten zien, toch? Dat is goed, ja. Als dat lukt. Kijken of dat lukt. Kijk, dit is de hoofdingang van onze school. Prachtig oud gebouw, hè? Ja. Supermooi. Dit is de hoofdingang. Dan komen jullie normaal, als jullie volgend jaar hier naar school komen, niet binnen. Maar daar gaan we straks langs. Dan komen we bij de fietsenstalling. Laten we allemaal zien. Ja. Zullen we naar binnen gaan? Nou, eerst misschien wat vertellen over de pannenkoek. Ja, over de pannenkoek. Ja, hier is de pannenkoek. Wat is de pannenkoek? Ja, de pannenkoek is eigenlijk het stukje gras op bij de hoofdingang waar de vlag normaal hangt. Even kijken, een beetje draaien. En je hoort al een beetje aan de zijkant. Dat is wel leuk. De eerste proefles is hier al bezig. Bij meneer Koppenol. En die hoor je altijd hard door. Je ziet hem daar bezig. En je hoort hem misschien al een beetje. En daar gaan we zo even heen. Maar kom, we gaan binnen naar school. Ja, het lijkt me wel leuk om meneer met die kop dan kunnen we wakker worden van het geluid. Ja, dat is goed. Dus we gaan hier door de gang. Dit is het oude gedeelte van onze school. We moeten een beetje zacht zijn, want er zijn meerdere proeflesjes. Dus kom mee. Ja. Het eerste ding is... Hij is aanwezig. Kijk, hij is er. Dat is... waar is hij? Zijn hoed. Zijn hoed. De hoed van meneer Koppenol. Dus dan weet je dat hij... Zachtjes zijn. Hij hoort het gezang! En ik denk, wat is het ongelooflijk mooi! En ze komen dichterbij en het gezang wordt harder, wordt luider! Odysseus, kom hier! En Odysseus zit vast aan die paal en die aan die mast en die zegt, makkers, maak mij los, ik moet daar naartoe! Die makkers, nee hoor, is bij ons in de oren, hoor je rustig door. En het gezang wordt luider, Odysseus, Odysseus! En Odysseus die staat maar te rammelen aan die mast, maak mij los, verander de koers, laat mij gaan naar de sirene! En de makkers, die hoor je rustig door. En ze gaan langzaam voorbij de sirene. Het wordt steeds minder hard. En langzaam wordt er bij Odysseus helemaal niks meer. En als de makkers zien dat Odysseus weer een beetje normaal aan het doen is aan die mas, dan zeggen ze, joh, we maken je los. En dan maken ze Odysseus los. En dan zeggen ze, als ze de bijenwas uit die onder hebben gehaald, goh, Odysseus, hoe was het? En hij zegt, geweldig. Het was het mooiste wat ik ooit heb gehoord. En daaruit, dames en heren, kunnen we afleiden dat Odysseus een gymnasiast was. Want, 1, hij is nieuwsgierig. Hij wil weten hoe het in elkaar zit. Maar 2, hij schuwt ook niet om de moeilijke weg te nemen. He, ondanks het risico, ondanks het gevaar, hij gaat er gewoon voor. En ten derde, hij gebruikt zijn verstand. Hij bedenkt een plan. Hij zorgt ervoor dat ze zijn voorbereid. En dat is niet het enige wat we leren van het verhaal. Want het gaat natuurlijk over de sirenes, hè, deze monsters. Dat hebben we vandaag de dag nog gezien. Als jij een sirene hoort van de politie of van de brandweer... Wakker zijn we in ieder geval nu wel, Roxy? Als hij straks tijd heeft, dan kunnen we hem even iets interviewen. Laat vooral jullie vragen ook weten in de chat. Ja. En dan kunnen we dat daarop stellen. Ja, zeker. We gaan door en kijken bij natuurkunde. Als het goed Johnny is daar. Johnny is daar bezig, denk ik. Is dat deze? Dit is voorbereiding op. Het zijn voorbereiding op. Oh, ze zijn nog niet begonnen. Maar ze zijn nog niet begonnen, maar dit is de making of. Ja, dit is de making of. De scheikunde gaat zo beginnen, die is nu al bezig. Ja. En wij gaan daarna beginnen. Zouden jullie wat vragen mogen stellen? Meneer De Wit wel, ik praat normaal niet. Of te veel. Of te veel, ja oké. Maar stel een vraag eens. Meneer De Wit, welk vak geeft u? Natuurkunde. U geeft natuurkunde, maar dat heb je denk ik niet in de eerste klas, klopt dat? Dat klopt helemaal. En wanneer heb je dat dan wel? Tweede klas begin je ermee, nou, ja. Dan is het gecombineerd natuurkunde en scheikunde. Ja, oké. En dan van de derde klas splitst het zich, dan heb je en natuurkunde en scheikunde. Oké. En dan na de derde klas ga je kiezen of je het wel of niet wil hebben.
Oké, heel duidelijk. En jullie zijn nu een proefje bezig aan het voorbereiden? Of, Ja, meer zelfs. Meer dan één. Ja, we hebben een paar proeven voor de kijkers thuis kunnen doen. Ja. Daar gaan we natuurlijk niet over verklappen, dan moet je straks ook lekker inloggen. En we doen een paar proefjes voor met een hele goede gedachte achter waarom het ding zou zijn wat zou zijn. Zo, dat is filosofisch, maar wel echt heel op deze vroege morgen. Ja, zeker op deze vroege morgen, maar gisteravond ook was ook heel sterk die vraag. Maar het dezelfde vraag trouwens. En hoe laat beginnen we? Het eerste proefje? Wij beginnen om 10 uur, dus wij hebben nog heel eventjes voorbereid nodig. En dan kunnen wij om 10 uur gaan wij van start. Ondertussen loopt scheikunde heerlijk in dezelfde categorie rond. En dan sluiten wij scheikunde af en dan gaan we over naadloos naar natuurkunde. Oké, dan komen wij straks ook even. Komen we nog even kijken naar de proefjes. Ja, gezellig. Ja. Oh, iemand zegt, wat voor les geeft de docent? Dat hebben we net gezegd. Ja. Wij gaan verder. Wij gaan dus natuurkunde. Natuur. Dankjewel, heren. Ja. Pater familias. Scheikunde. Dan kunnen we. Kunnen we hier niet? Een motor die op, die op water loopt. De brandstof is water. Nou, dat hebben we eigenlijk hier gemaakt. Dit is een, hier zit een stevige batterij aan. Hier aan deze kant zit het water. En die batterij, die stroom die hij maakt, is in staat om dat water om te zetten. Nou, waterstof, dat zit in dit buisje, en in zuurstof. Nou, dat is fantastisch natuurlijk eigenlijk, hè, dat je water, dat je daar gewoon twee gassen van kunt maken. Kijk, de camera wordt omhoog. Maar dat niet alleen, als we die gassen weer toevoeren, aan deze kant van het motortje, ja, dan maakt het eigenlijk weer opnieuw stroom. En die stroom, er zit hier het motortje hieronder, die krijgt deze ventilator aan. Dus eigenlijk hebben we nu een motor. Bedacht, wordt er bedacht en het bestaat ook al in auto's die op water kan lopen. Maar je hebt natuurlijk wel een batterij nodig, dus je hebt wel elektriciteit nodig, maar de brandstof is water. Ja. Oké, nou, op dat gebaseerd heb ik hier een andere fles staan met water erin. Daar heb ik ook nog even thuis. Dank u, je dag was eigenlijk goed echt beginnen. Dat is wel kwijt. Dus we goed beginnen met Carpe Diem. Roxy, ik hoorde dat er een moord gepleegd is op het kerkhof. Nee, toch? Ja, ik hoorde echt. Oh, nou dan gaan we gauw even kijken welke moord er gepleegd is op het kerkhof. Want jullie, eerste klas, als jullie volgend jaar op de eerste klas komen, dan gaan jullie een moord onderzoeken. Je gaat kijken wat er is gebeurd, maar ook wie het heeft gedaan. En laten we eens eventjes kijken. Want wat is... Oh. Oké. Er is een moord gepleegd. Hij bewoog het lijk. Ach jee. Maar wie heeft het moord gepleegd? Ja. De moord. Daar gaan we nu op zoek naar. Ze moet ook dan even naar Nederlands, merk ik al. Ja, inderdaad. Het moord. Ja, dat is nog vroeg. Het is nog vroeg. Is dat je excuses? Nou, dat niet. Geen meer. Eens even kijken. Door de mooie oude gangen. Zeker, kijk even achter ons. Dit is wel echt sfeer. Hè? Ik denk ook wel, het Kennemer is wel, als je denkt, wat heeft het Kennemer voor echte pluspunten? Ja. De sfeer op school, we zijn in een kleine school, is wel belangrijk. En je voelt je wel snel thuis, denk ik. Ja, rond de 900 leerlingen, dus niet hele grote klassen. Verwisselen van 25 tot maximaal 30. En ja, een mooi oud gebouw en een mooi nieuw gedeelte, dus laten we straks allemaal zien. We hebben nu het oude gedeelte van de school. En dan straks gaan we naar het nieuwe gedeelte. Dat is allemaal later aangebouwd. En laten we allemaal jullie zien. Maar nu even kijken of ze bij CSI bezig zijn. CSI bekennen. Ja, ze zijn al bezig. Wij gaan starten met de volgende ronde. Welkom allebei bij onze online open dag. Ik ben mevrouw van Zet. Ik ben biologiedocent en brugklasmentor. En daarnaast geef ik ook het vak CSI. Dat geef ik niet alleen. Ja, ik ben meneer Sta, ik geef natuurkunde en NASC in de tweede klas. En in de eerste klas geef ik ook CSI. Ja, en CSI is een vak wat je bij ons in de brugklas krijgt. 1 keer in de week, dat is een halfjaarsvak. En tijdens dat vak leer je eigenlijk allerlei onderzoeksvaardigheden die je later op school bij andere vakken, maar ook bij je uiteindelijk je profielwerkstuk onderzoek nodig hebt. En misschien ook wel bij je vervolgopleiding. Dus vandaar dat wij dat in de brugklas al aanbieden. En dat doen we aan de hand van een context. En dat is in dit geval het verhaal dat er bij ons op school een moord is gepleegd. En met behulp van verschillende practica gaan jullie dan uitzoeken wie de dader is geweest. Ja. En
Bij de inleiding van het onderzoek gaan we het eerst over de probleemstelling hebben. Want er is een moord gepleegd en we hebben een aantal sporen gevonden. En een van de sporen die we hebben gevonden, dat is buiten in de tuin een schoenafdruk in de modder. Dus wij vermoeden dat nadat die moord is gepleegd, de dader snel naar buiten is gered. Ik kreeg net een vraag, welk lokaal is dit? Dit is 014. Maar ik kreeg nog een andere vraag. Waar zijn Bas en Roxy? Dat zijn wij. Wat zijn wij? Want de fotograaf komt. De fotograaf komt, oké. Okay. De fotograaf. De fotograaf van het Haarlems Dagblad. Oh, ja? Dat gaat voor natuurlijk. Gaan jullie mee? We komen zo naar biologie. Maar kijk, want hier is biologie. Dan gaan we straks even kijken. Ik zie toch een kleine... Even kijken. Ik heb het over de lezers. En dan kijken we ook bijvoorbeeld naar onderdelen van levende wezens. En vandaag willen we het graag even hebben over het oog. Dus, dat zijn deze bijvoorbeeld. Nou, heb ik even een vraag. En ik denk dat sommigen hebben die best alweer gehad op de basisschool. Ik heb hier een links en daar heb ik een schaap. En we hebben het over de ogen, dus het gaat over de ogen. Wat voor een verschil zien jullie nou als je die twee kijkt? Wat hebben ze nou echt heel erg verschillend in de ogen? Als je het antwoord weet, typ het dan even in de chat. Of als je wil, kan je ook even je microfoon uitzetten of aanzetten. En dan zeg je het gewoon. Het is nog vroeg en ik snap dat jullie denken, moet ik nu al typen? Andere vraag. Welke van deze twee is een boog? Ja, biologie hebben we gehad. Ja, we gaan, ja, de fotograaf weet niet waar die is, maar die komt vanzelf. Oké. Okay. Ik heb het gered, maar we gaan even kijken of we de trap omhoog kunnen doen. Want we hebben ook een prachtig glas en lood raam hier. En ik neem jullie mee. We gaan hier de trap omhoog. En dan kunnen we straks ook even kijken bij de kamer van de rector. Maar als je hier omhoog komt, de trap omhoog, bij de hoofdingang, dan heb je hier echt een prachtig glas en lood raam. En we proberen het zo recht mogelijk te halen. Ik ga achteruit lopen, dat is natuurlijk gevaarlijk, maar lukt tot nu toe wel. We hebben een mooi beeld. En wat ook wel leuk is, dat we straks ook vanaf hier het nultekort kunnen laten zien. Maar kijk, prachtig glas en lood. Gisteren wilde het ook laten zien, maar toen was het donker, dus kon je het niet mooi zien. Je ziet dus een prachtig glas en lood eraan. Ja. En als we dan hier omheen draaien, dan zien we alvast een gedeelte van de fietsenstallingen. En daarachter zie je het multicourt. En het multicourt waren vroeger vier tennisbanen van beton. Maar we hebben een paar jaar geleden hebben we het vernieuwd naar kunstgras. Met zowel twee tennisbanen als drie basketbalvoetbalkooitjes. Panagooltjes noemen ze het ook wel. En een handbalveld. En we gaan straks, als we hierboven zijn geweest, gaan we nog even naar het multicourt en naar de sportvelden. Laten we die natuurlijk allemaal zien. Kijk. En daar hebben we natuurlijk ook een gedeelte van de schoolleiding. En, zoals we beloofden, het Haarlems Dagblad. Die even komt kijken hoe wij het hier doen op de digitale open dag. Voor ons nieuw, maar voor de krant ook waarschijnlijk. Zullen we even naar beneden lopen? Word jij geïnterviewd, Roxy? Ja. Hier is jouw. Dat is jouw. Willen jullie meekijken naar het Haarlems Dagblad? Zijn jullie live? Kijk. Mevrouw van der Weijden? Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw van Nieuwpoort. Hallo. Welkom, hè? Ja. Kunt u zichzelf even voorstellen? Ja. Ik ben Jacomina van der Weijden en ik werk hier inmiddels 16 jaar op het Kennelijk Lyceum. Ik dacht, ik blijf hier een jaar of vijf, dan doe ik weer iets anders. Dat heb ik mijn hele leven eigenlijk wel gedaan. Maar ik werk hier nog steeds, omdat het leuk is en gezellig. En fijne collega's en fijne leerlingen ook vooral. En wij waren nu even benieuwd wat jullie aan het doen waren. Dus vandaar dat we even mee gingen kijken. Ja. Leuk. Wij zijn samen met alle kijkers thuis zijn we een tour door de school aan het maken. Aan de hand van vragen, wat zij willen zien, daar nemen we ze mee naartoe. En hebben jullie nog vragen misschien voor mevrouw van der Weijden? Deze school is echt bijna perfect. Oh,
Het is geen vraag, maar het is wel een heel mooi compliment. Ja. Ja. Het is een leuke school, ja. Zeker. Ja. En wij zeiden net al, er is een moord hier gepleegd. Hier achter ons. Ja. Ja. En als ik erheen loop... Kruiswijnen liggen er nog. Oh ja, ja, inderdaad. En de grote vraag is, denk ik, wie heeft het gedaan? Oh, zo weer draaien. Ja, we gaan straks eventjes kijken bij Moord op het Kenmer, bij CSI. Ja. En dan gaan we er misschien achter komen wie het heeft gedaan, wie de daders zijn, wie de verdachten zijn. En waar willen jullie nu heen? Gymzaal willen wij wel zien. Nou, we hebben net het multicord van boven laten zien, hè, Bas? Ja, laten we zeker zien. Dat is de mooiste plek van de school, vind ik, hè, als gymleraar. Maar we moeten eerst nog even naar boven, want we willen ook even de kamer van de rector laten zien. Oh, ja. Want daar komen we natuurlijk niet altijd. Ja. Dus nu gaan we stiekem kijken. Heb je een sleutel? Ik niet, maar misschien hebben we iemand die de sleutel wel heeft. Dan gisteren probeerden we het, maar toen kwamen we er niet in met onze lokale sleutel. En nu dat mevrouw van der Weijden meneer Booms. Kijk. CSI, dat is niet ontzettend benieuwd wie er hier komen met zijn hoed opgenomen. Meneer Booms, u heeft de sleutel? Ik heb zeker de sleutel in de kamer van BNC. Ja. Dus daar gaan we zeker even een kijkje nemen. De mooiste kamer van de school, denk ik. Dat schijnt. Die hebben we net laten zien. Loop mee. Zeg Bas, heb jij al eens op de stoel van de rector gezeten? Nee, nog niet. Zullen we dat gewoon stiekem doen? Oké, ik zal even dit is het. Jullie kunnen ook altijd bij de binnen lopen, hoor. Als de deur open staat, zo is ze wel. Ja, kom binnen. Ja. Kijk. Zeg, meneer Lindovius. Rector van deze school. Welkom in mijn kantoor. Dit is het kantoor, die kijkt uit op de pannenkoek. Ja. Kijk, waar we net waren, waar we begonnen. En hier zit de rector. En wie is dat? Dennis, kusvraag, wie is dit? Dit is misschien hebben we een kusvraag voor thuis. Ah, goeie. Weet iemand wie dit is? Wie is dit? Misschien zitten er papa's en mama's mee te kijken. Kunnen we de biologieklas zien? Ja, gaan we zeker. Ja. Daar heeft ook iets mee te maken. Ja. Er is niemand die het weet. Misschien hadden we de Mars verloten. Mars, ja, voor Mars, ja. Nou... Er is een hofje in Bloemendaal dat naar deze meneer is vernoemd. Nee. Geen idee. Valérie Seert heeft gisteren Tom Okker goed gehad, nu weet ze hem niet. Wie is dat op het schilder? Ja, dat is de vraag, dat mevrouw is de vraag. Bronstring. Hij kijkt wel streng. Nee. Vriendelijk. Vriendelijk. Nou, verlos ons. Dit is volgens mij Jacques P. Thijssen. Dit is Jacques P. Thijssen. Dat is een biologiedocent die landelijke bekendheid heeft. Hier gewerkt heeft jarenlang. En in beneden bij het biologie praktieke lokaal hebben we nog heel veel herinneringen te zien aan Jacques P. Thijssen. Want het kabinet is zo achtergelaten zoals hij er gewerkt heeft. Tot 1950 ergens. Okay. En zo zijn er ook nog meerdere bekende Nederlanders... die hier op het Kenmer Museum hebben gezeten. Daar komen we straks bij, want dan gaan we weer een quizje doen. Aan de hand van een paar mooie lampenkappen gaan we een quizje doen. Valérie mag niet meedoen, want die heeft al gewonnen gisteren. En dan kun je zien wie er nog meer op het Kenmer Museum hebben gezeten. Daarover gesproken hebben we nog een hele bekende. De bankier van het verzet hebben we hier ook. Die staat hier. Dank u wel, meneer Booms, voor het openen. Ja. Veel plezier met de rondleiding verder. Wat zei u? Veel plezier met de rondleiding verder. Dank u wel, doeg! Waar ben jij? Ja. Hier nog een mooi gedenkteken. En hier bijvoorbeeld staat Walraaf van Hal. Een van de mensen die in het verzet hebben gezeten in de Tweede Wereldoorlog. Die hebben hier op het Kenmer gezeten. Onder andere bekend van de film De Bankier van het Verzet. En die hebben onder andere hier ook op het Kenmer gezeten. En hier kan je nog misschien mooi zien. Ik weet niet of je dat kan zien, Roxy. Hierboven is een, omdat een beetje de belichting een beetje verkeerd is. Een oude foto, schoolfoto van de lucht van het Kenmer Museum. En als jullie naar onze site toe gaan, dan kan je ook een virtuele tour doen met onze school. Er staan heel veel filmpjes op. Heel veel filmpjes op, leuke filmpjes, zodat je nog een beter beeld krijgt van het Kenmer Museum. En ook een mooie vogelvlucht met een drone gefilmd over de school heen. En dan kan je mooi zien hoe de school er nu uitziet. Zeker doen, maar niet nu. Blijf bij ons. Want waar gaan we heen? We gaan naar boven.
Want wat is er boven? Lampenkapper. Lampenkapper. Maar is het ook zo dat, niet, dat jij boven les geeft, ja, vooral? Ja, zeker. Dus jij moet elke dag van boven naar beneden, beneden naar boven? Twee trainers. Hoeveel, ja, keer? Genoeg. Genoeg. Dat houdt ons fit. Ja, ik wil rustig aan. Ik niet. En hier hebben we ook nog een paar mooie oude beelden. Zijn er nog vragen? Even kijken. Kunnen jullie de kantine laten? Ja. Gaan we zeker doen. De belangrijkste plek voor jullie is de kantine. Daar komen, ja, we zeker. En de gymzaal komen we ook. Maar we doen even een rondleiding hier. En dan komen we uiteindelijk bij de kantine. Gaan we beginnen bij de studiezone? Dat lijkt me handig, ja. Wat is de studiezone? De studiezone is een plek waar leerlingen rustig kunnen werken. Aan hun huiswerk of aan leerwerk. En soms worden er ook wel lessen gegeven en extra uren. Ja. Zodat ze daar rustig, in alle rust, niet in de kantine waar het druk is, ontspannen kunnen werken. Ja. Kom mee. Ja. Daar is mevrouw Kielder al. Kijk. Oh, mag ik wat vragen nu? Ja, waar zijn jullie mee bezig? Nou, wij geven een uitleg over de moderne vreemde talen. En dat zijn welke? Wat zijn de moderne vreemde talen? Frans, Duits en Engels. En ja, we geven een beetje een uitleg wat er op school gebeurt met die talen. Okay. En hoe bevalt het digitaal overdag? Het is even wennen, maar ik geloof wel dat het goed gaat. Ja, ja, ik hoop dat heel veel mensen kijken. Ja. Ja. Hebben we nog een vraag? Waar gaan jullie heen bij de skivakantie? Ja, dat ga ik zo vertellen. Dat ga ik zeker vertellen, maar dat komt zo bij de gymzaal. Ik kan alvast een klein een vreemde taal die daar gesproken wordt, is Duits. Dat is één wat zeker. Dan moet je wel je Duits zijn. Dan moet je wel je Duits zijn. Daarom hebben we ook Duits in de eerste. Dat je in ieder geval, en dat is wel bijzonder, een van de weinige scholen die Duits in de eerste heeft. Omdat je in ieder geval moet Duits moet spreken als je op een skireis gaat. Maar we gaan rustig naar binnen. Nog een vraag? We gaan zeker naar biologie. En hier komt. Oh, ze zijn. Hebben jullie pauze? Nee. Nou, we gaan over 1 minuut gaan. We gaan over 1 minuut. En hoe gaat het tot nu toe? Gaat heel goed. Ja? Duizenden views. Duizenden views? Oké. Okay. Ja, oh, meneer Strikker, ja. Ah, ja. Ik zeg altijd. Kunt u even meekomen voor een klein interview? Ja. Ja. Leuk. Ja. Ja, dat lijkt ons wel leuk. Geweldig, kom mee. De man met de mooiste voornaam van Nederland. Jongen, hij wil tijd dat je bent. Oh, sorry. Ja? Pak jij hem even over zo? Ja. Meneer Strikker, ik heb hier mijn geweldige collega naast mij. Ja, hij. Frans natuurlijk. Kunt u zichzelf even voorstellen? Dag, ja, ik ben meneer Strikker en ik ben docent Frans. En ik geef ook een paar uur scheikunde op het Kennemer Lyceum. De mooiste school van deze omgeving. Ja. En wil jij met ons samen een kleine quizvraag doen? Want we gaan namelijk een mars weggeven. Want er schijnen hier bekende mensen, mensen te hebben les gehad. Ja. En zou je met ons deze quizvraag kunnen doen? Ja, de eerste vraag is, wie is dit? Freddy Heineken, ja. Die heeft hij op school gezeten. Maar nu hebben we, en laten we zien, dat is van Heineken hier, jongens en meiden. Ja, zie je. Maar nu komt de quizvraag, en dit is een moeilijke. We hebben hier ook iemand op de lampenkap staan. Ja. En die heeft op de Haaltse Zegentennis, dat is een bekende tennisclub uit Haarlem. Ja. Nog niks zeggen, meneer Strikker. Ik zeg niks. Jullie mogen raden, en Valerie, jij hebt al gewonnen, jij doet niet meer mee. Wie is dit? Heeft hier ook op school gezeten. En wie jullie hebben 30 seconden de tijd om een antwoord te geven. En de winnaar krijgt een mars, je kan hem afhalen. Ik draai het lampje even om, maar het is elke keer dezelfde tennisser, zoals jullie zien. Wie is deze beroemde Nederlandse tennisser? U doet ook aan tennis, toch, minister? Ja, zeker. Ja, bent u net zo goed als deze beroemde? Ik probeer nog steeds dat niveau te krijgen, maar het wordt Jorrit moeilijk. Kroon? Is dit Jorrit Kroon? Nee, dat is een hockeyer, Jorrit Kroon. Nee, Jorrit Kroon is niet goed. Ja, Julia Voetbal. Ah! Ja, dat is de eerste die hem goed heeft. Tom Okker, heel goed. Je kan je mars ophalen bij meneer Strikker. Ja, bij meneer Strikker. Ja, wij regelen een mars. Yeah. Voor jou en Valerie heeft van gisteren gewonnen. Dat is het goede antwoord. Tom Okker heeft hier op school. Tom Okker, nee, we verloot Emars. Nu gaat iedereen Tom Okker zetten. Nee. Ja, Richard Krajcik is ook een tennisser. Ja, zeker. Nee, maar dat is het goede antwoord was voor Julia Voetbal. Julia Voetbal. Onthouden we even. Dank u wel, meneer Strikker. Graag gedaan. We moeten een beetje zachtjes praten, want hiernaast zijn de leerlingen in de chatroom bezig. Dus Oké, we gaan even kijken. Dank je wel, meneer Strikker. Carolina Tent is volgens mij ook hier in de bol.
zit Bobo van Hervoren. Kijk, kijk hier. Hier zitten leerlingen. Die zijn aan het chatten. Kijk, oh. En die willen vast wel wat vertellen. Ja. Oh, maar deze kunnen heel goed. Oh, maar dit zijn niet zomaar leerlingen. Nee. Dat is ook KLV. Ja, wat is KLV? De KLV. Dat is de Kennemer Leerlingvereniging. Die hebben wij hier op school. Nou, ik zit daarin. Wat doen wij? Wij organiseren bijvoorbeeld een feestje hier op school. Ja, we zijn eigenlijk voor de leerlingen. Dus als leerlingen iets willen, dan kunnen wij dat organiseren. We zorgen gewoon eigenlijk voor een beetje sfeer. Dus Sinterklaas. Sinterklaas ook. Kerstdingen doen ze. En nu tijdens coronatijd gaan wij ook gewoon leuke dingen organiseren. Dus dat er nog een beetje sfeer is op school. Hoe is dat nou nu bijna 2 jaar zonder schoolfeest? Zonder schoolfeest. Overleven jullie dat een beetje? Ja, dat is natuurlijk balen. Maar? Volgend jaar misschien nog. Ja. Dit jaar gaat het dit jaar nog. Ik kan niks beloven. Misschien weer zo'n mooi zomerfeest als dat we hebben gehad. Ja, we hebben nou toch wel een feest gehad. We hebben een festival gehad vorig jaar. Ja, buiten. Maar inderdaad een echt ouderwets schoolfeest in het patronaat dat we altijd doen, dat is er helaas niet bij nu. Nee, helaas. Maar normaal gesproken organiseert Tijn en zijn mede KLV'ers dat. En ze gaan ook mee met uitstapjes zoals de AI en de SI. Ja, en die zorgen ervoor om het een beetje goed te begeleiden, toch? Zeker. En Emily? Ja. Jij bent coteband, toch? Ja, ik ben coteband. Wat is coteband? Een moeilijk woord. Wat is een coteband? Nou ja, eigenlijk ben je gewoon een extra mentor voor een mentorklas die je krijgt. En dan ga je eigenlijk je mentorklas begeleiden naast de hoofdmentor, om zo te zeggen. En dan ga je mee op brugklaskamp. Je helpt met dingen zoals Sinterklaas, Kerst. En gewoon leuke activiteiten die je met je mentorklas kan doen. Dus eigenlijk een soort grote broer of zus die hier op school zit. Ja, zeker. Daar moet je het een beetje zien. Het is gewoon een soort van een extra vertrouwenspersoon. Want ja, je denkt een docent, kan ik daar wel bij terecht? En dan gaan ze eigenlijk naar iemand die wel dichterbij staat. Ja, oké. Okay. En wat zijn jullie nu aan het doen? Wachten op mensen die leerlingen in de chatroom komen. Ja, in de chatroom komen. En wat zijn de meest gestelde vragen die jullie krijgen tot nu toe? We hadden net één vraag, hoe duur zijn de paninis? De meeste vragen die wij al krijgen, kunnen we naar de kantine om de broodjes te laten. Ja, dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Nou, ik zal zeggen, we hebben een hele leuke kantinevrouw, Joke. En Jolanda, hè? En Jolanda, die is nieuw. Nou, die is altijd heel erg vrolijk. Ook al is het soms een beetje druk en eisen we veel van haar, maar die is echt top. Ja. Dus, en daar gaan we zeker heen straks. Ja. Misschien Joke, Jolanda, als jullie kijken. Verzoekje, Bas, wat wil je? Dat weet ze. Als het goed is, weet ze wat ik wil. Dus ik hoop dat het klaar ligt. Okay. Maar, ja. En een tip voor mij, wat zou ik gratis mogen bestellen? Gaat even gauw. Wat is jouw tip voor mevrouw in Nieuwpoort? Ja, ik vind altijd panini mozzarella altijd heel lekker. Ja? Okay. Oh ja, en carpaccio. Broodje carpaccio is ook heel lekker. Wel de duurste, toch? Ja. In dat geval, Joke, Jolanda, 2 broodjes carpaccio. We komen eraan. Oké. Dankjewel. Succes. Gaan we weer naar beneden? Ja, maar hier zijn ook nog leerlingen bezig, maar we moeten een beetje zacht zijn. Ja, mevrouw Bronsen krijgt de streep. Ja. Kijk, moet ik hem even overnemen? Ja, doe dat. Ja. Gaan we weer naar beneden. En volgens mij moeten we ook naast de klassieke taalgang die we hebben. We zijn bij Latijn en Grieks geweest, daar ben ik ook nog. We zijn nu bij de vreemde taal geweest, maar er ontbreekt nog 1 taal. En dat is volgens mij Nederlands. Zullen we daarin gaan? We gaan zeker heen. Hele leuke docenten heb ik gehoord. Ja. Misschien wel mijn favoriet. Ja? En dat is mevrouw Blokhorst? Ja, ik denk het wel. Of een andere? Nou, ik denk dat mevrouw Blokhorst bij de brugklas nu ook wel een van mijn favorieten is. Hoor. Dat denk ik ook. 114. Oké, dan moeten we deze kant op. Wat wel leuk is om te vertellen, als jullie dan hier op school komen. We hebben toch een indeling van de school. Als je in 0-11 zit, zit je 0 op de begane grond. 1, dus 110, zit je op de eerste verdieping. En 213 of 214 in het mooie lokaal, dat is van mevrouw Nieuwpoort. Dan zit je op de tweede verdieping. En we hebben ook een nieuw gedeelte. En dat is dan weer met in de 30 hoge getallen en de 40. En zo komen we de hele school door. Ik denk wel dat veel zich afvragen, verdwaal ik niet op school? En hoe zit het? Nou, omdat we best wel een kleine school zijn, hebben we ook niet zo heel veel lokalen. Dus verdwalen kan je niet. Nee, inderdaad. En het is de eerste week even zoeken. En je bent gewend waarschijnlijk om... je blijft in groep 8 altijd in hetzelfde lokaal. Hier moet je elke uur wisselen vaak. Dat is even wennen in het begin. Maar je loopt niet van klas mee. Ja, inderdaad, je loopt met z'n allen. En in het begin is het weer wennen tussen al die drukte, tussen alle grote mensen. Maar uiteindelijk is het toch wel
Het heeft ook wel wat, denk ik. En na een week of twee weet je het. Ja. We gaan zoeken naar... Wist je pas dat de plussen elkaar is opgenomen in elkaar van 14? Nee, dat wist ik niet, nee. Dat is kerst, dus dat is nu wel... Oh, van die mevrouw die zo allemaal goede dingen doet en dan... Er staat hier boven, geen mobiel meenemen, maar dat moet wel even. Anders kunnen we niet filmen. Kijk. En bij schrijven. Oh, kijk, daar zijn we best wel fan van bij Nederlands. Ik in ieder geval wel. Ik vind het ongelooflijk leuk om met jullie allerlei schrijfopdrachten te maken. Creatieve schrijfopdrachten bijvoorbeeld. Waarbij je fantasie de vrije loop mag laten. En alles en nog wat mag schrijven. Even wat vragen stellen natuurlijk. Wat zeg je? Even wat vragen stellen. Oh! En een docent weten te strikken die in de eerste klas les geeft. Dat klopt. Ja, ja. Ik geef les in de brugklas. Ik geef Nederlands bij mevrouw Gommans. Stel je vraag. Ja, stel je vraag. Hey, sexy Nederlands. Ja, dat klopt. Ja, dat waren ze. Ja. Maar wie zit er allemaal in de sexy Nederlands? Die in de brugklas les geven. Even kijken, mevrouw Lokhorst. Dat was de mevrouw met die rode haren die je net zag. Mevrouw Inberg. Ja, die geeft daarnaast les. En die is ook mentor, toch? Die is ook mentor. Nee, dit jaar niet meer mentor. Nee, vorig jaar wel. Dan hebben we een hele leuke, flamboyante, kale man. Man, oh, ja. Ja, meneer Buijs. En waar is die? Die is er vandaag niet. Oh. Ah, ja. Nee, helaas Binnenkaas. En we hebben mevrouw Traas. Die zit helaas met 3 huilende kinderen thuis in quarantaine. Oh. Dus die is er ook niet. En dan hebben we mevrouw Boeijalate. En die zit beneden bij biologie. Oh, dan gaan we straks ook nog even kijken. Hey, en worden er veel vragen gesteld aan tijdens de online of de digitale? Ja, best wel. Ze doen vooral ook wel heel goed mee eigenlijk. Okay. We hebben een klein quizje en we vertellen even wat Nederlands in de brugklas inhoudt. Oké. En het is een heel leuk vak. Ja. Ja, en een belangrijk vak. En een superbelangrijk vak. Ja, ja. Ja, dat zeker. Die moet je in ieder geval tot aan 6 VWO of 5 HAVO. Naast. Nederlands, geen keuze. Hebben we nog een belangrijk vak? Wiskunde. Wiskunde, moeten daar. Wat zit hier dan? Economie, toch? Economie, daar zijn we ook nog niet geweest. Meneer Kerkhaard even. Ja. Een van de populairste leraren hier op school, meneer Kerkhaard, zit hier naast. Dus we moeten even kijken of hij beschikbaar is. Even voorstellen. Mijn naam is Nicolette Veen. Hier naast mij zit mijn collega Michiel Kerkhaard. En wij zijn docenten, wij geven de ondernemerslijn. En daar gaan wij jullie vandaag van alles over vertellen. Waarom hebben wij nou ondernemen als speerpunt op het Kennemer? Omdat er tegenwoordig ontzettend veel leerlingen zijn die eigenlijk ondernemen, die kleine handeltjes hebben, ze maken sieraden, ze bedoelen... Ja, hallo allemaal jongens! Kom je ook in de ondernemerslijn sessie. We zijn live nu en dan leer je ook alles over de ondernemerslijn en wat ondernemer nou eigenlijk is. Ben je druk? We zijn lekker druk. Het is lekker vroeg, maar we zijn lekker bezig. Heel goed. Ik hoop ook allemaal jongens, en ik zie ook allemaal bekenden ook uit onze klas. Maurits zie ik ook allemaal weer. Beste docent. Ah, Maurits. Ja, nou, maar dit wordt wel heel vaak gezegd. Hè? Ja? Meneer Kerkhaard, beste docent, bla bla bla. Mevrouw Nieuwpoort wordt weer niet genoemd. Mevrouw Nieuwpoort niet genoemd? Nee, dat hoor ik alleen maar. Nee, die wordt hier niet genoemd. Maar wat maakt jou een van de populairdere docenten hier? Dat is een goede vraag, dat weet ik eigenlijk ook niet. Kunnen jullie dat zeggen? Want zo hoog zijn die cijfers ook weer niet. Nee, maar ik denk dat we hartstikke leuke leerlingen hebben. Dus ik denk dat het vooral ook de wisselwerking is. Hoe zit het met het kiezen van de lijn? Moet je kiezen? Ja, je kunt dus kiezen. Maar je krijgt ook de eerste 6 weken. Kun je uit een van de 3 lijnen kun je kiezen. Sportlijn, tech en design, ondernemers. Je kunt meedraaien. En na 6 weken kun je je uiteindelijke keuze maken. Dus je hebt ook heel in het begin even kijken. Wat is nou de beste lijn die bij mij past? Voordat je tot je definitieve keuze overgaat. Oké, top. Dankjewel. Yes. Succes. Dankjewel. Dan ga je weg. Oh, Bas komt eraan. Ik wou net zeggen, ik ga gewoon weg zonder jou, hoor. Oh, ja, Bas, ik blijf even hangen. Ondernemerslijn. Want naast de ondernemerslijn hebben we natuurlijk ook de sportlijn waar we straks heen gaan. Ja. Maar we hebben ook nog de tech en designlijn. Ik denk dat we daar ook nog even naartoe moeten. Goed idee. Weet jij eigenlijk over waar ze zitten? Is het 020? Ja. Volgens mij wel tegenover natuurkunde. Dat zou kunnen. Misschien is Charlie er bij natuurkunde, want er wordt ook heel veel met Charlie gevraagd. Oh, naar Charlie. Jij pakt die trap? Ik doe het niet aan rechts. Oké. Ik pak links.
gaan op naar Charlie. We kunnen de CSI kunnen we nog eventjes bij kijken. Ja, dan kunnen we mij. Weet u waar het heen is gegaan? Sorry, wat? Ja, ik weet wel. Mogen we jullie wat vragen stellen? Ja, wie zijn jullie en wat doen jullie met dat witte pak aan? Nou, ik ben Laura uit 5HA. Ik ben Kira uit 5HB. En we doen verschijnende proefjes in lokaal 019 in het Dijkhuisje. Oké. We zijn onderweg om iets te gaan eten. Ja, en van Joke. Van Joke? Ja. Joke? Ja. Dat lusten wij ook wel. Ja, maar een broodje carpaccio hadden we het over. Ja, ja. En is dat bloed of is het iets anders? Wat is het? Is het bloed? Nee, ja, waarschijnlijk een zwaar. Oké, gewoon best een zacht. Ja, we gaan even met pH berekenen. Je kan met leuke kleurtjes zien hoe zuur het is. Oh, ja. En nog één laatste vraag. Een hele tijd terug, maar waarom hebben jullie toen voor het Kennemer gekozen? Ja, ik weet het. Dat vond het wel leuk. De school zo, het lekker klein, weer knus. Want, klein en knus. Goeie sfeer. Ja, ik vond het wel gewoon leuk. Klein knus, goede sfeer. Nou, daar sluiten we mee af. Wij gaan verder. Ja? Okay, dank jullie wel. Als meneer Koppen al pauze heeft. Je hebt nooit pauze. Ja, maar dan kunnen we even kijken. Ja? Gewoon vragen. Ga jij die kant vragen? Ja. Ik loop verder. Ik loop helemaal niet verder. Kijk of meneer Koppen op tijd heeft. Kwart over 8 begint de eerste les, dus je moet natuurlijk wel op tijd zijn. 8:15, maar de schooldag hangt een beetje af van je rooster. Hey, je kunt geluk hebben, ben je 2:05 uit, 2:05 ben je ook weer uit. Het moet wel heel gek lopen als je een hele late uur hebt tot 4:30 voor. Dat komt eigenlijk niet meer voor, dus je bent een beetje op een normale tijd uit. Maar die vrije woensdagmiddag van je van de basisschool, die zou waarschijnlijk niet meer terugkomen als je naar de middelbare school gaat. Maar het valt zich wel uit. Hoe laat zijn jullie uit ongeveer? 4:00. Ja, meestal 4:15 en vrijdag rond 2:00 geloof ik. Ja. En dan zie je dat je het vrijdagmiddag vrij krijgt, maar dan moet je de andere dagen wat langer op school zitten. Maar dat varieert in de onderbouw, jongens. Dan zit je echt niet altijd tot 4:15 hoor. Daar zorgen we ook een beetje voor. Maar ik zie dat we ook visite hebben van de andere livestream. Ja. Ja. Welkom, en jullie zitten natuurlijk hier in het gymnasium livestream, maar hier hebben we de andere livestream. Zijn er vragen? De veel gevraagd kunnen we naar Latijn. Dus ja. Hier zijn we. Ik ga nu weer opnieuw beginnen. Dan doe ik nog een rondje. Want we zijn nu klaar. Vraaggedeelte is het laatste. Eén vraag, meneer Koppenol, blijft nog altijd. Ja. De vraag is, meneer Koppenol, legend wordt hij genoemd. The GOAT, the greatest of all time. Wat doet hij dat wij niet doen? Ja. Zondagavond steldansen, heel belangrijk. Oké, okay, dat wil ik ook. Ja, okay. Dat is het natuurlijk. Hè. En een goede baardolie had ook. Oh ja. Bas? Kunt u me adviseren op wat voor baardolie ik moet gebruiken dan? Ja, lekker zachter voor dagelijks gebruik. Ja, dat is heel goed. En moet u ook langer dan bij mij? Nee, ieder naar zijn eigen gezicht. Okay. Dat is heel belangrijk. Ja. En voor vrouwen zonder baard een tip, want ik zit tegenover jou in het lokaal meestal. Heb je een tip voor mij? Isoleren. Waarom zou je iets willen verbeteren dat het goed is? is die stok te leen? Wat doet u met die stok? Nou ja, dat hangt er vanaf waar de leerling om vraagt. Maar meestal wijs ik er dingen mee aan. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar hier, kijk, ja, thuis, je zit niet op te letten. En dan ben je er weer bij, hè. Dat is heel belangrijk, hè. Dat is onderdeel van het didactisch proces. En voornamelijk wijs ik dingen aan. En misschien is ook wel een goede vraag, want kijk, wij noemen meneer Koppenol geen lessen, maar de leerlingen. Wat maakt meneer Koppenol nou? Ah, ja. Oké. Voor het blok. Ja, hij is gewoon best wel een chille docent, dus dat helpt wel. En hij gebruikt ook goed humor in zijn lessen, dus dat helpt. Ja, goede lessen ook veel. Kort maar krachtig. Ja. Heel goed, wil je nog meer weten? In de ene of de andere livestream. Als ze daar vragen zijn, mogen die ook in de chat, maar daar mogen natuurlijk ook de vragen. Nu we toch allemaal gezellig in dit lokaal zitten bij het gymnasium. Willen we nog meer weten? Nee, anders ga ik weer opnieuw beginnen, want dit was het einde van weer een sessie gymnasium. Dan begin ik voor de mensen die halverwege binnenkwamen. Kom ik er weer bij en beginnen we van voren aan. Dank jullie wel, Mette en Zoe, voor het reden. Ik las in de chat een paar vragen over de lijnen. De ondernemerslijn, meneer Kerker, waren we net. Tegen die zijnlijn, daar gaan we zo. Dan gaan we nu heen kijken of ze er zijn. En kijken of ze... Ja, kijk. Om groene energie op te wekken. Maar het gebouw is ook helemaal
vergeleken met, nou, misschien wel moestuinen. Dus volgens mij, als je hier woont, heb je altijd voedsel en altijd energie. Nou, heel erg nodig in zo'n slimme stad. En uiteindelijk, kijk, bouw je bijvoorbeeld zoiets. Dit ga jij maken. Je gaat ontwerpen, je gaat nadenken over wat er nodig is in zo'n slimme stad. Je gaat ook leren programmeren, want hier bijvoorbeeld deze stad is vol met sensoren en zonnepanelen. En je gaat hem ook bouwen met, nou, wat je wil, hout, foto's enzovoort. Dus je leert eigenlijk van alles wat je kan doen. En je werkt ook heel veel samen. We hebben een collega gestrikt om wat vragen te stellen. Van de tech- en designlijn, want dat geef jij, of niet? Ja, dat klopt. Ja, ik geef de tech- en designlijn op het kinderbaar. En wie ben jij? Ik ben mevrouw de Winter en ik geef ook geschiedenis. Geschiedenis en de tech- en designlijn. Ja, allebei. Okay. Wat is de tech- en designlijn? Wat houdt dat precies in? Ja, de tech- en designlijn is een van onze drie leerlijnen. We hebben er drie en bij de tech- en designlijn ga je bezig met technologie en het ontwerpen van je eigen slimme stad. Dus de stad van de toekomst, daar zit van allerlei technologie in. En hoe gaat die eruit zien? Dus je kan daarover nadenken, je kan je eigen ideeën inbrengen. En je gaat ook leren om die stad te bouwen. Dus bijvoorbeeld leren programmeren. We gaan werken met Minecraft, maar ook met de Arduino. Dat is eigenlijk een klein computertje. En dan ga je dus je eigen slimme stad bouwen. En is het dan ook met kunst? Of is het... Zeker ook met kunst, want die stad van de toekomst die moet natuurlijk ook mooi uitzien. Dus je gaat er ook samen met een kunstdocent over nadenken. Hoe kun je die stad er nou zo mooi mogelijk uit laten zien? Zeker. Dus wat zie je? Want Charlie heeft last van ons. We gaan zo naar Charlie. Maar Charlie kan niet tegen geluid. Okay. Hij maakt zelf heel veel geluid, maar dat is wel een verhaal. Andere vragen nog. Gaan jullie nog naar de sportvelden? Ja, maar over de tech- en designlijn. Kunst hebben we gehad. Ja. Mevrouw Noordervliet wordt genoemd. Ja, die hebben we nu gehad. Ja, ook de designlijn. Ja. Nou, wie nog meer? Meneer Staaf heeft ook les. Mevrouw van Groningen is een kunstdocent. Oh, ja. Meneer Staaf weet heel veel van Minecraft en van programmeren. Dus die kan hier weer alles over leren en vertellen. Dus we doen dus het met Minecraft? Ja, je kan eigenlijk een beetje gamen in de les. Oh, ja, dat is leuk. Ja? Oké. Okay. Maar mensen, vinden jullie Minecraft nog leuk? Ja, toch? Goed zo. Hartstikke leuk. Ja. Hé, hey, dank u wel. Wij gaan naar Charlie. Ja, of meneer Rasmus. Ja, dank u wel. Daar is hij. Kijk, dat is precies het tegenover. Wat we nog vaker bij natuurlijk vinden, is dat je gaat kijken van, hé, hey, wat verwacht je nou dat er gaat gebeuren? En wat gebeurt er nou echt? Dus ik pak deze twee magneten. Ik heb deze twee een kunststofbuis en een aluminiumbuis. Ik laat ze tegelijkertijd los. En je ziet... Ik kan je thuis niet heel goed zien, maar ik kom er dichterbij toe, dat de magneet die door de kunststofbuis gaat, die valt gewoon zoals dingen normaal vallen, namelijk naar beneden toe. En die andere, die doet een soort van goocheltruc. Die doet er namelijk extreem lang over. Hè? En wat er hier nou gebeurt, is deze buis, die is eigenlijk helemaal niet zo'n groot fan van magneten. Niet, die is specifiek genoeg geen groot fan van veranderingen in magneten. En dat betekent... Zeg maar, een beetje zoals een moeder, als je niet een extra broertje of zusje van jou wil, dat is vervelend, maar als hij er eenmaal is, wil je niet dat hij weggaat. Over het algemeen. Dus als ik deze magneet naar die stalen buis toe haal, naar die aluminium buis, dan gaat hij hem tegenhouden. En als hij er bijna uitvalt, dan gaat hij hem bij zich houden. En dat zorgt ervoor dat hij dus super langzaam valt. Hij doet er misschien wel 2 seconden te lang over. Ja? Volgende proef. Kom maar. Voor mijn volgende tovertruc ga ik met deze 3 paperclips, die ik consequent pinaisjes ga noemen, aan elkaar vastmaken zonder mijn handen te gebruiken. En hoe ik dat ga doen, is natuurlijk met mijn hoofd, namelijk met intelligentie. En daarvoor ga ik een magneet gebruiken. Wat er namelijk gebeurt, is eigenlijk heel simpel. Paperclips zijn een soort van meelopers. En als ik ze dan tegen een hele sterke magneet aanduw, dan denken ze dat ze zelf een magneet geworden zijn. En dat betekent dat ik dus dat ik al deze paperclips zo in 1 keer kan optillen. Want ze gewoon zijn helemaal niet uniek. Ze doen dat ze allemaal hetzelfde zijn. En dat dus de onderste paperclip nu ook een soort van magneet is geworden. Moet ik het wel goed doen. Maar kan ik dus deze, de volgende, er weer gewoon aan vastmaken. Omdat die meelopers gewoon doen alsof ze zelf magneten geworden zijn. Ja, en dan gaan we naar onze laatste 2 proefjes. Moet ik weer even... Dit opruimen.
Ik zeg, we gaan. Er wordt heel veel gevraagd of we de kantine willen. Ja, we gaan nu naar de kantine. Maar voordat we naar de kantine gaan, gaan we even naar de lokkerruimte of de kluisjes. Ja. Laten we even zien. En dan gaan we meteen vertellen wat dat vroeger was. Een oud gebouw hebben we. En vroeger was dit een onderdeel van de school, de gymzaal. En die is nu omgebouwd tot lokkerruimte. Dus gaan we nu even laten zien. En we gaan dan vanaf het oude gedeelte waar we nu in lopen. En dat is nu nog 10 meter. Komen in het laatste gedeelte van het oude gedeelte. Dat is de gymzaal. En dat is nu een lokkerruimte waar je broodjes kan eten en kan chillen. Maar ook waar de kluisjes liggen. En? Ja, de belangrijkste plek van school. Ja, de conciërge. We kijken of je die Maar volgens mij is Arie er niet, dus we moeten straks even terugkomen bij hem. Want Arie is de belangrijkste man van school, de conciërge. Met Joop, hè? Met Joop, ja, inderdaad, met z'n tweetjes. Maar hier is de lokkerruimte. En dit was vroeger een gymzaal. En nu heb jij hier les gegeven? Ik heb hier geen les gegeven, want dat is toch wel echt wel 40 jaar geleden. Ah, okay. Bijna 50 jaar geleden misschien wel. En nu is het al jaren een lokkerruimte. Vroeger was het wel een podium en alles. Oh. Maar nu is het een lokkerruimte. En hier krijg je een lokker. Ik kan daar boven of hier beneden. Je bedoelt bovenin? Ja, hier boven. Kijk, ik zal het wel zien. Hier gaan we lokkers. En helemaal rondom. Oh, helemaal rondom. Ja, iedereen krijgt een lokker. Dus het zijn ongeveer 900 lokkers in totaal. En een mooie constructie. Hier is de oude constructie. Waar je spullen eruit kan. Waar je alles eruit kan. En als we zachtjes doorlopen. Ja. Dan komen we nu bij de rector en de afdelingsleider van klas 1. Ja. En als het goed is, zijn ze bezig met... En daarna lopen we langs... Dan komen we bij de belangrijkste plek. Ja. Ze zijn bezig. Dankjewel. Maar dat is om te kijken, zodat iedereen les krijgt op niveau. Dat is het antwoord op deze vraag. En nogmaals, de informatieavond voor ouders aanstaande woensdag. Kunnen jullie nog voor aanmelden via de site. En er zijn workshops over heel veel onderwerpen, maar ook over deze. Dan is er een vraag van Daan, die vraagt hoeveel docenten zijn er op school? Oeh, ja, hoeveel docenten zijn er op school? Nou, dat zijn er zo ongeveer 70. En het zijn niet 70 mensen die er dan de hele week zijn. Er zijn natuurlijk ook docenten die werken 3 dagen of 4 dagen, maar we hebben denk ik 70 verschillende docenten op school. Dan heb ik een vraag van Sky. Die vraagt, worden er veel kinderen uitgeloot? En er is ook een vraag van Milana en die vraag heb je ook voorrang als je Kennemer op de tweede plaats hebt staan met de broer-zusregeling. Dus dat zijn eigenlijk twee vragen over het loten. Hele goede vragen en ook hele belangrijke vragen, want het is natuurlijk best wel een spannend stukje, hè? Wordt er geloot of niet? Even denken, ik ga even vraag voor vraag beantwoorden. De vraag over de broertjes- en zusjesregeling, hè, geldt die ook als je Kennemer op 2 hebt staan? Nee, dan geldt die regeling niet. Want alleen op de school waar je op 1 staat, daar ga je in eerste instantie mee met de loting. En alleen als er nog plek is op de tweede school, en stel je wordt uitgeloot op je eerste school en er is nog plek op de tweede school, dan heb je nog wel voorrang met de broertjes- en zusjesregeling. Maar het kan ook goed zijn dat ze daar natuurlijk ook wel... Eindelijk zijn we er. Ik laat nog even het mailtje kort laten zien. Belangrijk, het sportveld buiten. Maar het allerbelangrijkste... Nee. Oh, sorry. Eén vraag. Moet je betalen voor de kluisjes? Oh ja. Nee, de kluisjes die krijg je van ons. En dus hier doof je niet voor te betalen. Volgens mij, hoor. Nee. Ik krijg van Arie. Arie, belangrijk persoon. We zoeken je zo op, Arie. Ja. Mailtje kort, maar zoals gevraagd, heel belangrijk. De allerbelangrijkste plek van deze school voor de meeste leerlingen is... de kantine. En in die kantine zijn de belangrijkste mensen en die staan daar al op ons te wachten. Joke en Jolanda, zwaai alvast dames. Goedemorgen, we komen eraan. Waarom zijn jullie de belangrijkste mensen van school? Waarom? Wij zijn de motor van de school natuurlijk. Ja. Hè? Als je honger hebt, hoe kan je niet leren? Dus, heel goed. Ja, toch? Ja. Hebben jullie even de lijst net geluisterd? Sorry, wij zaten aan de koffie. Ah, we hadden een bestelling geplaatst. Oh, weer gemist. Weer gemist. Ja. Nou ja, en dan gaan we toch kijken. Als kennende, dan is het een broodje carpaccio of een broodje filet americain. Die hebben we. Ja, die hebben we. Ah. En ik heb voor Roxy, heb ik helemaal speciaal, de noedels. Zodat je het niet zo lekker vond. Ja. Nee. Oh.
Mevrouw Nieuwpoort kreeg gisteravond geen eten, dus ze moest een bakje noedels eten. Ja, maar, zielig hè? Ja. Oh, zo zielig. Ze was te laat. Maar, het is wel een goede tip. Wees op tijd in de rij, want anders ben je te laat. En dan is hij altijd druk. En wat zijn de meest populaire broodjes? Ik denk toch wel de panini hete kip. Ja. Ja. En hebben jullie die elke dag? Ja, elke dag. Ja, hoor, elke dag. Ja. En een broodje kipcorn is ook het favoriet. Ja. En we hebben gewoon eigenlijk elke dag beginnen we weer met heerlijke verse broodjes af te bakken. Dus het is altijd vers. En zijn ze goed betaalbaar? Ja. Op zich, ja hoor. Ja. En zijn er naast mij nog meer mensen die altijd vast iets nemen? Ja. Ik bedoel van de docenten. Ja, bijvoorbeeld. Zijn er bij meneer Koppenhol. Ik wou net zeggen, meneer Jacques Koppenhol, dat is toch wel eentje die elke dag wel een broodje komt halen. En natuurlijk altijd een fruitsalade, inderdaad. Die is niet aan te slepen, voel ik op. Dringen de docenten voor in de rij? Nou, ze dringen het niet, maar ze mogen het. Ze mogen het. Oh. Oh. Ja, ze hebben zo weinig pauze, dus dan is het wel eens dat het gebeurt. Ah. Maar ja, ik denk dat het soms wel slim is om een docent voor te laten, hè? Ja, je ook een favoriete personeelslid. Oh. Oké. Vega kroket, heerlijk. Joke, hartje. Oh, ja, Joke. Hartje terug. En Jolanda ook, hè? Jolanda ook. Joke zit hier al op laar. Hebben we ook vegetarische dingen? Ja, absoluut. Ja, wil jij wat over? Nee, kaas. Ja. Nee, kaas, broodje kaas. We hebben broodje kaas, maar we hebben natuurlijk ook uitgebreid. Hè? Want we hebben de paninis, met alleen kaas. Maar we hebben een panini brie, we hebben een panini mozzarella pesto tomaat. Die is ook een van de favorieten. Ja. En sinds kort hebben we ook een vegetarisch sausijzen broodje en een vegetarische overkroket. Okay. Ja, en zoete dingen, heb je zoete dingen in de kantine? Ja. Nou, kijk eens hier. Hè. Ja. Hoppa, wat nou niet zoet. Hoeveel zoet wil je hebben? Inderdaad, heerlijk. Maar geen jam. Maar kijk. Ja. We gaan even langs de broodjes, want dat is natuurlijk belangrijk. Kijk, het staat hier nu prachtig. Kijk, al die mooie broodjes. Wat krijgen wij vanmiddag? En zoet, zoet. Fruitsalade is ook zoet. Maar we hebben hier toch wel wat. Want Joke en Jolanda hebben natuurlijk ook altijd heerlijke chocolademuffins. En die zijn lekker. En die zijn toch lekker. Bas? Ja? Dit apparaatje hier? Ja. Ik denk het belangrijke. Ja. Dat is heel belangrijk. We gaan alleen betalen met PIN, klopt dat? Klopt. Ja. De automaten en de kantine hier is met PIN alleen te betalen. Geen centjes. En een zwart geld dan? Ja. Die moet je op de sportclub kwijt. Okay. Als ze weer open zijn. Zijn er nog vragen voor Joke en Jolande? Zal ik het lezen? Ja, ik kan het niet lezen. Nee, dat snap ik. We zijn benieuwd. Heb je broodje frikandel? Soms. En waar zijn de Turkse... Nu nog in de winter? Hey, en dat is mijn vraag. Waar zijn de Turkse pizza's gebleven? Oeh. Is dit een vraag die ik niet mocht stellen? Of, Nee, die mag je stellen. We hebben op dit moment door corona helaas... zijn we gewoon dat we 4 pauzes te houden. En dan red ik het niet om de Turkse pizza's te maken. Maar als het weer enigszins... Dan kijk ik naar meneer Duijsselt. Dan ga ik niet. Naar gewoon. Maar dan willen we gewoon weer eens een keer... Eens in dezelfde tijd de Turkse pizza dag houden. Lekker. Dus we gaan wel weer terugkomen. Nou, heel fijn. Dank jullie wel. Misschien komen we vanmiddag nog een keer terug. We gaan even heel kort, Roxy. Ja. Heel veel vragen, sportveld en alles. We lopen alleen even naar buiten om alleen nog vast het sportveld te laten zien. We moeten namelijk ook nog even naar kunst. Naar kunst. Ja. We moeten naar geschiedenis, wiskunde, mentoraat, alles. Dus we gaan eerst alleen even kijken, want het is wel mooi om te zien straks. Hier ga je naar buiten. Naar de sportvelden, althans het grote sportveld. Hier hebben we een veld van 2 voetbalvelden groot ongeveer. Hier hebben we in de buitenperiode, en dat is in het begin van het jaar en het eind van het jaar, hebben we onze gymlessen. We hoeven dus niet ergens anders heen. We hebben de mooiste sportfaciliteiten van Haarlem en omstreken. Dat zal ik je straks laten zien met het nultekort, daar gaan we ook zo nog even heen. Maar hier sporten we dus. Hier is ook de school weer en hier heb je ook een buitenplek om te eten. Als het mooi weer is, kan je lekker zitten en je broodje eten. En dus een ideale plek om even lekker in het zonnetje iets te nuttigen. We lopen nu even terug in de school. We komen straks echt bij de gymzaal. Dat is de mooiste plek zoals ik al zei. Maar we gaan eerst toch even langs bij de kunstsectie. Bij de kunst, ja. Oké, ja. Want wij hebben een afspraak met meneer Bovenberg. Ja, en meneer ik hoop dat hij beschikbaar is. Ik hoop het ook. Want ook een stukje van de tech in de zijkant. We kunnen misschien even interviewen, want... We zijn zo druk, Bas. Goedendag. Ja. Kijk. Nu kunnen jullie niet onder ons uit. We hebben
pauze tussen de vragen voor de volgende sessie in. Oké, okay. Want een van de belangrijkere vrouwen als jij als je in de brugklas zit, ja. Laten we het zo zeggen, de afdelingsleider. Wie ben je? Ja, hi. Ik ben Ira Liem en ik ben de afdelingsleider van de brugklasse. Dus het is mijn taak samen met de mentoren om er voor jou een superjaar van te maken op het Kennemer als je hier naartoe komt. Dus zorgen dat je hier snel thuis voelt en dat je echt gewoon een topjaar krijgt. Nou, daar doen we alles aan. Ik kan daar een uur over vertellen, ga ik niet doen. Dan gaan we naar mevrouw Staalduinen. Ja. Bas en ik moeten iets opbiechten. Oh jee. We hebben dat niet van... zeggen. Ja. Van meneer Booms hebben we de sleutel gekregen en Bas heeft op je stoel gezeten. Oh jee, Bas, hier moeten we het wel even over hebben natuurlijk. Ja, sorry. Dit is, en die meneer Booms, die vertrouw ik ook niet meer. Nee, we hebben het gisteravond geprobeerd met onze eigen sleutels, maar dat lukte dus niet. En nu kwamen we iemand tegen en die zei, nou, ik kan jullie misschien helpen. Hij was om te kopen voor een broodje eten kip. Ja, broodje eten kip. Uit van Joken. Van Joken, ja, en Jolande, ja. Jeetje, zeker. Nou ja. Het is ook wel weer leuk natuurlijk dat jullie thuis eventjes mijn kantoor hebben gezien. Ja. Maar hoe zat het? Ja, het zat heerlijk. En JP Thijssen keek op mij op me neer. Dus, ja, ik keek over je schouder. Ja, over mijn schouder mee, of ik het goed deed. Ja, dat doet hij elke dag. Ja, inderdaad. En hoe bevalt dat? Nou ja, soms dan moet je hem gewoon even vergeten. Hè? Draai hem dan wel eens om of blijft hij hangen? Als het echt even spannend wordt, dan moet hij eventjes Naar de muur kijken. Even naar de muur kijken. Okay. Okay. Maar jouw deur staat vaak open, toch? Dan mogen de leerlingen kunnen ook binnenkomen. Zeker, leerlingen komen ook gelukkig af en toe binnen. Want ja, ik stond een paar jaar geleden zelf nog voor de klas. Dus ik mis ze af en toe best wel. En ik sta ook vaak bij de deur. Dus het is heel belangrijk hier op school dat leerlingen altijd binnen kunnen komen. Maar dat kan echt niet alleen bij mij. Maar dat kan bij, ik denk bij eigenlijk al onze collega's wel. En je zegt, ik gaf voorheen les. Welk vak gaf je? Oh ja, economie en bedrijfseconomie. Okay. En dus jij bent een van de grondleggers van de ondernemerslijn? Nou ja, onder andere. Ik hou wel erg veel van de ondernemerslijn, inderdaad. Het ligt wel dichtbij wat ik zelf heel leuk vind en bij het vak wat ik heb gegeven. Ja. Ja. Bas, we gaan door. Ja, we moeten naar meneer Bovenberg. Ja, we hebben afspraak met meneer Bovenberg. Meneer Bovenberg. Succes bij meneer Bovenberg. Dank je wel. Welkom meneer Bovenberg. Ja, J. Bovenberg. We hebben twee meneer Bovenbergen. Martijn, als je kijkt, we missen je. We missen je. Kijk, we gaan naar de kunstsectie. Ja. En nu moeten we weer een trappetje omhoog. Dit is, en nu gaan we weer een nieuw... Dat ga ik straks nog laten zien. Dit was dus een nieuwbouw. Ja. Dit was er vroeger niet. En je ziet daar het oude gedeelte nog. Als we een klein beetje draaien, zie je daar achterin het oude gedeelte. En hier is het nieuw gedeelte. En nu komen we bij het kopje. Het kopje. En het kopje was vroeger een meisjesschool. En dat is nu ook gewoon van al jaren van de Kennemer. Maar dit was vroeger een aparte school. Ah, vroeger is 100 jaar geleden. Ja, nou, 100 jaar geleden niet. 100 we zijn veel. Net 100 jaar. Oh ja, oké. Maar weer 50 jaar geleden. Ja. Maar we moeten een beetje zacht zijn. Ja. Even kijken of meneer Bovenberg. Durf je? Ik durf. Oké. Nou, niet echt. Kijk, ik zie al wat ezels. Had je het over mij? Nee. Okay. Kijk, dus ik heb een beeld van de mensen. Ik wil steeds het beeld gewoon laten zien. Zullen we een buiten interview? Ja, leuk. Heb je dan warm laten dragen van gisteren? Ja. Okay. Hij komt. Hallo. Oh, Bas, pak je moment dat je wilt. Ja, nou, dat kunnen we beter hier laten zien. Okay. Het mooiste plekje van het Kennemer Museum. En dit maakt het Kennemer Museum wel uniek. Want wij zijn de enige school in Haarlem en omstreken met tennisbanen. En als je goed kijkt, zie je hier nu ons multicourt. En het multicourt is een kunstgrasveld met een sintelbaan eromheen, 3 basketbal- en voetbalkooitjes en daarachter, helemaal achterin, zijn 2 tennisbanen. Hier hebben we buiten les en kunnen we natuurlijk van allerlei dingen doen. Maar ik hoor al dat meneer Bovenberg wil dat ik omdraai, want die vindt sport niet belangrijk. Kijk, en daar is meneer Bovenberg. Nee, we winnen allemaal, hè? Nee, we winnen, zeker. Zo, lopen mee? Ja, natuurlijk, wij lopen mee. We krijgen een rondleiding van meneer Bovenberg door de kunst- en cultuursector. En dan moeten we achter hem aan. Goed. Weet je wat ze leuk is om te kennen? Maar we hebben allemaal verschillende plekjes en hokjes hier. Waar we mee willen gaan. Ja, vertel wel, we zijn in het kopje, toch? Ja, we zijn in het kopje, is eigenlijk een oude meidenschool. En die oude meidenschool is nu voor alle kinderen en alle docenten. Je hoeft niet meer een meisje te zijn. Nee, dus iedereen is hier welkom. Je mag alles zijn wat je bent. Oké. Okay. Ja, maatschappij. En in het kopje hebben we de creatieve vakken. Oh, hier zien we, beginnen we al. Ja, hier beginnen we al. Kunst van de leerlingen. Ja, dat is door mijn gewaardeerde collega's in een hok gezet. Hier, daar kan je even kijken. Worden we hier in hokjes gezet? Nee, maar je kan wel prijzen winnen hier. Oh, kijk eens. Ja. Hebben we nog prijzen winnen, dat doe je bij de AI?
Ja, bijvoorbeeld. Oh, kan je daar wat meer over vertellen straks? Ja, ja, dat wil ik wel doen hoor. Doe even een lampje aan. Ja. Een beetje donker hier. Jongens, wat leuk dat jullie er allemaal zijn, zeg. Ja. Hoeveel mensen zitten nu online? We zitten nu aan de 70. Nou, doe eens even een duimpje omhoog. Duimpje omhoog, nee, of een... Die hebben we altijd, hè. Als je het nou leuk vindt, kun je natuurlijk altijd naar mijn Insta toe. Dat is Jan Bovenberg. Ik heb een luikje afgelaten. Niet Martijn Bovenberg, want nee, het schijnt dat jouw broer hier ook... Ja, mijn broertje geeft die biologie. Die is slim. En ik ben... ik heb een baantje hier. Ja. Wat zit je hoog, Bas? Ja, dat is, dan zie je er beter uit als jij... Wil je het liever zo? Nee, dat is ook weer zo. Nee, dat is inderdaad. Maar we hebben hier het creatieve lokaal. En in dit creatieve lokaal zijn we aan het werk. En als je een beetje rondkijkt hier, Bas, dat is superleuk. Het is hier heel licht. En dat betekent dat je eigenlijk altijd lekker buitenlicht hebt. En als je nou niks te doen hebt tijdens de Vorm en Beeldmes, kan je hier ook naar buiten kijken. Oh, een mooie domein, hè? Dan zie je Bas dan een beetje schreeuwen en in de zon zitten. Ja. Die geniet daar altijd lekker als hij aan het werk is. En wij ook, want wij hebben hier de radio aan, we zijn hier aan het werk en werken met kinderen eigenlijk. Meneer Bovenberg zit toch niet meer op Instagram, vraagt Nicoeltje 9. Nou, dat klopt wel. Sinds vorig jaar ben ik er even uitgegaan, tot 1 januari, maar ik moet weer een keertje beginnen. Misschien is het leuk om nu te beginnen weer, hè? Met een leuke foto van werk van geen Dry mezelf, January? Zo. Dry January, dat doen we nog steeds, zeker weten. Hier heb je wat werk hangen. Dat zetten we altijd neer, zodat leerlingen een beetje gezellig in dit lokaal zitten. Het is een gezellig lokaal. Meestal werken we hier in een blokuur. Dus dat betekent dat je 2 uurtjes creatief hebt. Nu heb je misschien op de basisschool ook wel creatieve vakken. Dus tekenen en handvaardigheid en knutselen. Maar wat we hier doen is dat we je echt het vak leren. Dus we leren je echt goed zagen, goed tekenen. En misschien dat je denkt, ik kan helemaal niet tekenen. Bas, toch? Ja, nou, ik kan heel goed natekenen. Jij kan heel goed natekenen. Maar stel je voor, je zou bijvoorbeeld zelf willen tekenen. Dan gaan we je dat hier leren. En dat leren we je en dan krijg je er ook nog een cijfer voor. Nou, dat is toch prachtig? We hebben 3 jaar tekenen hier en handvaardigheid. En dat noemen we vorm en beeld. En hoeveel uur krijg je per week? Nou, zit je nou op het gymnasium, dan heb je 2 uur per week vorm en beeld. Maar zit je nou op de HAVO-VWO, dan heb je 3 uur per week vorm en beeld in 2 lessen. En dan is er 1 les een blokuur en 1 les een enkel uurtje. En dan maak je meestal dingen even af of ben je een beetje aan het ontwerpen. Wat leuk. Nou, hier op school hebben we verschillende lokale vorm en beeld. Dit is het lokaal van de mevrouw Huizinga eigenlijk. Die noemt dat zelf zo. Ik zit overal, dus ik zou kunnen zeggen dat alle lokalen voor mij zijn. Maar dat is ook niet helemaal zo. Maar dit is het lokaal beneden. Hier beneden hebben we verschillende plekjes. Oh. Nou, Bas houdt van natekenen. Mag wel een beetje sneller hoor, want die kinderen die zitten maar te wachten. Die denken ook, deze rondleiding kan wat sneller. Dit is ons natekenplekje. Nou, je ziet hier een vos staan. Die is niet echt, maar hij is wel opgezet. Dus hij is wel echt, maar hij doet het niet meer. Er is een 100 jaar oude vos en die tekenen we al 50 jaar hierna. Dat is een soort van ding wat we in de bovenbouw doen. Dat is wel jammer, want de bovenbouw tekenen, kunstgeschiedenis houdt hier over 2 jaar op. Maar in de onderbouw kan je hier wel lekker werken. Dit is bijvoorbeeld een... wacht even. Een houtsnip? Ja, hij eet uit mijn mond nog steeds. Een houtsnip? Het is een houtsnip, goed gezien Bas. Jongen, zou zo biologie kunnen geven. Hier is een foto van dat is, mijn gewaardeerde collega. Oké. Okay. Dat is mevrouw Huizinga. 4 jaar geleden. Komen jullie bijna uit de andere lokaal? Ja. Beetje tempo. Wat is dit? Hier lopen we een beetje tussendoor. Dit is een beetje rommelhockey. Okay, ja. Daar slaan we allemaal dingen op die we eigenlijk nooit meer nodig hebben. Dat is, dat doen we hier. Dus bijvoorbeeld, we kunnen wel even kijken. Hè. Oh ja. Daar liggen allemaal dingen in. Ik gebruik ze nooit. Maar het kan zijn dat er eens een dag komt dat we die spullen weer gaan gebruiken. Nou, dan hebben we nog een lokaal. En dit is eigenlijk meer het handvaardigheidslokaal waar je lekker 3D kunt werken. Weet jullie wat 3D is? Laat me even zien. Ja, één vraag nog. Maar u zei het volgens mij ook. Ja. Kun je dit vak kiezen als eindexamenvak? Ja, kijk, je kan het wel kiezen, maar je kan het hier niet doen. Oh, je kan het wel kiezen, maar je kan het hier niet doen helaas. Nee, dat houdt op. Maar wat we wel hebben is dat we na schooltijd hebben we creatieve labs. Ja. En een lab is eigenlijk... Een lab is eigenlijk dat je kan kiezen. Je kan bijvoorbeeld hier dans doen of je kan de schoolkrant doen. Of we hebben zelfs een lab met toneelspelen. Maar dat is vrijwillig. Nou, dat is heel raar op school dat je vrijwillig dingen doet. Maar dat is dat je iets leuk vindt. Nou, eigenlijk is het leuker om dingen te doen omdat je het leuk vindt, dan dat je er een cijfer voor krijgt. Ja. Vind ik eigenlijk. Nou, je zit hier in het lokaal van mevrouw Duinenveld, zo zou je dat eigenlijk kunnen zeggen. Ook dit lokaal is eigenlijk van ons allemaal, maar... Mevrouw Duinenveld werkt hier geloof ik al sinds 1986. En dan mogen jullie in de chat laten weten hoeveel jaar dat is. En eigenlijk is dit lokaal waar je heel goed 3D kunt werken. En 3D bedoelen we dus
Van alle kanten. Van voor, van achter, van links naar rechts. En dat 3D-werk doen we bijvoorbeeld hier. Bas, laat me eens even zien. Met een boormachine. Oeh. En dat zijn grote apparaten. Er zitten, dit apparaat is misschien wel 20 paardenkrachten sterk. Dus je moet ook goed... Ja, dank je Roxy. Die heeft hier al. Veiligheid boven alles. Je moet goed je veiligheid hier in de gaten houden. Want als je hier tussen komt... Ik heb het wel eens gehad. En dat is niet, dat is geen kattenpis. Nee. Dan zit je hier vast op deze boor. En dan, dan is het jammer. Ja. Hier is nog één vraag. Ah, leuk. Waarom houdt het over 2 jaar op in de boom? Ja, dat is geld. Ja, ook dat is geld. We hebben hier in Europa dingen met geld. En dat is hier op school dat we te weinig leerlingen hebben in de bovenbouw. En er wordt de keuze gemaakt door het Kennemer om een andere richting in te gaan. En dat is de richting van meer een, hoe noem je dat? Tech in design line. Ja. Hier is een elektrische figuurzaag. Daar kan je elektrisch mee figuurzagen. Is dat nou niet een droom voor elk kind? Gaat wel snel kapot. Okay. Nou, je ziet hier wat werk hangen, Bas. Dat ja, dat is misschien leuk. En want daarna moeten we door. Want we moeten ook, ja, we moeten naar de brugklasmentoren. Nou, jij hebt meer tijd. Ik zou er een dag kunnen praten. Ja. En je ziet die werk en dan denk je van, nou, wat is dit nou prachtig werk? Dat is een linoleumsnede. En dan kan je eigenlijk een soort van stempel maken. En dan denk je, nou, dat is echt hartstikke moeilijk. Dat valt reuze mee, Bas. Want weet je welk jaar dit is, dat de kinderen dit maken? Weet ik niet. Dit denk jaar? Jij derde jaar? Nou, nee, vierde. In het tweede jaar kan je dit al. En dit is een monodruk. En als je nou eigenlijk 2 kleuren doet, dan krijg je een duodruk. En dan heb je dus dat er meerdere kleuren gebruikt zijn. Maar we zijn nu nog niet zo ver. Dus dit is eigenlijk een gezicht. Je zou het voor mijn eigen gezicht kunnen doen. Oké, mooi. Het ziet er beter uit dan. Dankjewel. Wij gaan voor de informatie. Wij gaan door naar mentoraat en geschiedenis. Wiskunde. Dus we gaan terug naar de nieuwbouw. We verlaten straks weer het kopje en we gaan naar het nieuwe gedeelte. Laat ik ook nog even zien hoe mooi dat verschil is tussen oud en nieuw. Ja. En we gaan... En misschien is het nog leuk om hier heel even, Bas, want we lopen nu toch terug. Ja. Je laat gelijk nog even zien, we kunnen hier al het gereedschap opbergen. We hebben hier op school ook veel gereedschap. Op andere scholen zie je dat dat vaak een beetje klein is en wat minder. Maar hier hebben we echt lekker veel spullen. We hebben zelfs een oven. Een oven? Ja, een klein. Ja, op pizza's op 600 graden, maar dat is het snel... Oh, dat is zo klaar. Ja. We hebben trouwens nog de AI hier op school. Dat is een soort wedstrijd tegen andere scholen. Het zijn nog oudere scholen dan het Kennemer Lyceum zelfs. Want wij zijn meer dan 100 jaar oud. Maar wat dacht je van het Amsterdamse Lyceum? Daar vechten we dan tegen op kunstniveau. Dus eigenlijk doe je dat niet. Je doet altijd niet winnen, maar meedoen. Maar op kunstniveau proberen we die beker ooit eens te pakken. Want dat is al een tijdje geleden. Is dat ooit gelukt in uw tijd dat u hier op het Kennemer zit? Ik heb last van mijn... Oké. Okay. De SI, dat vertel ik straks, die hebben we wel een keer gewonnen. Wat is SI? SI. De SI, en dat ga ik straks eigenlijk even vertellen met het multikort op mijn achtergrond. Want... Ja, leuk, want die hebben jullie een keertje gewonnen, toch? Ja, 3 keer achter elkaar, dus, maar daar kan ik alles over vertellen. En afgelopen jaar? Daar hebben we het niet meer over. Hey. Dat was iets minder. Hé hey, jongens, succes maar, hè? Dankjewel. Dankjewel meneer Boven. Dan zijn jullie toch leuke collega's. Bedankt voor de informatie, u ook. Kijk, hier hebben we een mooi beeld van alle leerlingen hier op school, van vorig jaar. Kijk, en dan als we dan een beetje inzoomen... Die moet wel vervangen worden. Die moet wel vervangen worden, ja. Maar ze staan er wel allemaal op. Hoeveel leerlingen... Ziet iemand zichzelf? Ja. Hoeveel leerlingen hebben wij hier op school? Ja, onder de bijna 900. Heb je geteld? Ik heb ze niet geteld. Maar ik zie wel leerlingen die ik allemaal ken. Stefan, Dante, Duende. Kijk. Zie je nog iemand die je kent? Otman zie ik hier. Bo zie ik hier. Ja, ja. Ricardo, misschien zien we Laura ergens. Ik zie dat Ricardo meekijkt. Oscar maar... zie ik, Ties zie ik, Nika zie ik, Jasper zie ik, Jip zie ik. Dit was van vorig jaar. Weet je wat wel leuk is hier aan het Kennemer? Doordat wij zo klein zijn, kennen we eigenlijk bijna alle leerlingen wel. Ja, zeker. Ja. En het komt natuurlijk voor dat we niet iedereen kennen, maar overal hebben we, ja, omdat we minder leerlingen zijn, hebben we wel goed. Ja, zeker. Ja. Laten we naar de mentoren gaan en naar wiskunde. Wat stel je voor? Wat gaan we eerst doen? Wie er tijd heeft. Wie er tijd heeft. Meneer Buter is altijd een geliefde, dus die moeten we zien. Ja, zeker. Die moeten we even hebben. Ja. Als ik even check of hij tijd heeft. Nou, ga ik even bij wiskunde even kijken. Of we kijken eerst even op meneer Buter. Buter, hè, want we zeiden gisteren de Buter, dat is natuurlijk niet goed. Toen hadden we ons kop. Ja, inderdaad. We bedoelden meer van de, omdat hij het is. De het, ja, inderdaad. Ja. Even kijken. Kijk, oh, hier zijn ze ook. Kijk eens. Oh, oeh, een live vlog. Kijk eens. En dit is de Purple Room, noemen we dit. Ja, we zijn in de Purple Room. Kijk, Purple Room. Als je bij een lijn
wilt aansluiten? Heb je dan altijd plek? Of kan het zijn dat je er niet bij kan? We proberen iedereen te plaatsen. Ja. Want het is jouw keuze, dus iedereen die zich aanmeldt op het Kennemer, die komt bij zijn of haar eerste keuze. Ja. Want het zou heel vervelend zijn dat je speciaal voor de ondernemerslijn kiest hier op school en er is geen plek. Dus wij willen dat iedereen op hun eerste keuze terugkomt. Ja. Want je kan bijvoorbeeld specifiek voor de sportlijn kiezen en dan zit je er niet bij, is natuurlijk heel vervelend. Ja. Dan ga je dus speciaal naar de school voor iets en dan lukt het niet en dat willen wij niet. Ja. Dus naar iedereen komt bij zijn of haar eerste keuze. Nou, yes? Kijk, hebben we dat gelijk zo beantwoord. Ja? Ja, kijk, en hier zie je een mooie kast nog. Hè? Wij gaan weer mooie door. Kaas, dat je mooie ook een mooie docent, hè? maar dat spreekt voor zich. Oh, kijk eens. Kijk, daar zijn we weer. We gaan straks naar wiskunde. Dus mevrouw Schoonhoven loopt meteen weg. Mevrouw Post, ja? Zag ik u nou net op Instagram? Ja, ik zat even mee te spieken in de Instagram Live. En hoe vind je dat we het doen tot nu toe? Nou, jullie doen het hartstikke leuk. Oké, gelukkig. Ja, hoor. Ja. Heel goed. Meneer Bovenburg, was je daarbij? Ja, ik was bij dat stukje. Ja. Mee met kunst. Ja, want hij ging zeggen dat hij al komt naar mijn Instagram. Maar die man die zit al een tijdje niet meer op Instagram, hoor. En we gaan zo naar mevrouw Dondorp. Ik zit nog wel op Instagram. Ja. En hoe gaat het vandaag? Het gaat vandaag best wel goed. Ja, het is wat rustiger. Maar dat is logisch, want het is zaterdagochtend. Maar het gaat eigenlijk heel erg goed. Heel gezellig. En wat zijn jullie aan het doen bij geschiedenis? Bij geschiedenis hebben wij een quizje, een Kahoot, om jullie alvast een week te testen. En wij hebben ook een mevrouw De Wild, die is verkleed als Napoleon. Dat was onze quizvraag. Maar wacht even, we moeten ook even een afspraak. Mevrouw Post is belangrijk, maar hier komt de belangrijkste man van de school en dat is Adi. En Adi, wij zoeken je zo even op bij jouw loge. Oh, ik ben nu drink aan het uitdelen. Oké. Want ja... We moeten ook drinken. Ik loop een beetje achter. Oké. Maar heb je straks even tijd voor ons? Tuurlijk. Oké, dan komen we straks op. Oh, wacht even. Ik zie Piet ook zitten. Hoi Piet. Ja. Heel goed. Waar gaan we nu heen? Ik wil naar Buter. Maar Buter was... Meneer Buter is het nu... Wat we even kunnen doen, we gaan even kijken bij meneer Buter en bij mevrouw Dondorp. Want ik zag net ook, we willen naar mevrouw Dondorp. We willen hem even zien. Dat is al erg hoor. Want hij... Ze willen hem alleen al zien. Dat is... En Napoleon. Kijk, daar is onze Napoleon. Normaal gesproken hebben we een quizvraag over wie dit is, maar dat heeft iemand al verklapt. Ik noem geen namen. Kijk, dit is Napoleon. Mevrouw De Wild. Maar ze willen heel graag mevrouw De Wild, mevrouw Dondorp en meneer Buter zien. Dus we gaan even langs. Goedemorgen. Er zijn mensen voor de volgende ronde aangesloten, geloof ik. Over een halve minuut begin ik met uitleg over wat geschiedenis is op het Kennemer. Wat je daar kunt verwachten. Doen we een kort vragenspelletje en daarna doen we nog een quiz. Maar daar beginnen we dus over een halve minuut mee. Wat wel leuk zou zijn is als mensen die nu aansluiten even hun camera aan kunnen zetten. Want dan ben ik niet alleen maar tegen mijn eigen hoofd aan het praten. Betekent dit dat wij 30 seconden van uw tijd mogen? Ja, het moet wel een beetje snel. Het moet wel een beetje snel, want wij hebben... Meneer Buter, ja, we hebben hem eindelijk weten te pakken. Meer vragen, hoe kan dat toch? Ja. Zijn er vragen, ja? Zijn er vragen voor meneer Buter? Ja, of we langs mochten komen. Of we langs mochten komen, hier zijn we. Ja. De legend horen we nog steeds elk moment. Wat maakt meneer Buter? Ja, we zeggen af en toe de, omdat we hem de belangrijkste man van school. Wat maakt jou een van de populaire docenten? Nou, ik kijk altijd goed naar meneer Lindenhoofdjes, hoe hij altijd met leerlingen omgaat. En zijn humor gebruik ik ook heel vaak in de les. Dus hij is echt mijn voorbeeld, als ik eerlijk ben. Ja. Om het tegenovergestelde te doen. Nee, eigenlijk niet. Nee, het is echt een voorbeeld. En sportief, ik kan goed tennissen. En hij weet ook nog eens heel veel. Dus ja, meneer Lindenhoofdjes is echt mijn voorbeeld. Kijk, ik heb gisteren tafeltennis, ik heb verloren en daarom ligt hij nu daar bij de afval. Dat is een beetje, maar dat is een ander verhaal. Dank u wel voor uw tijd en succes met allemaal met de rest van de dag. Excuus voor iedereen. Dag, Bonaparte. Maar we kunnen beginnen. Ik werd geïnterviewd voor de Kennemer Blog. Gisteren helemaal vergeten. Kijk, echt. Aardrijkskunde, inderdaad. Maar het is wel mooi om te laten zien. Kijk, daar hebben we het oude gedeelte van school.
daarachter. En hier zie je een stenen muur. Nou, normaal gesproken doe je natuurlijk niet een stenen muur in een pand. Ja, soms wel. Maar dit was vroeger buiten waar we nu staan. Dit was een buitenmuur. Maar omdat we toen zo gegroeid zijn, was het noodzakelijk om een nieuwbouw te plaatsen. En hebben we om onze aula deze lokale gebouwd. Dus dit is een nieuw gedeelte. Ik denk dat het nu een jaartje of 6, 7 is. Of misschien net iets langer. Maar dit is dus allemaal nieuwbouw. En we gaan even naar boven. En dan lopen we ook even langs de personeelsruimte. En gaan we op zoek naar aardrijkskunde. Het is een verboden zone, heb ik gehoord. De personeelsruimte? Ja, nee dan? Nou ja, het is niet de bedoeling dat de leerlingen daar zomaar binnenkomen inderdaad. Wat ze mogen doen is altijd aankloppen bij ons, uiteraard, om iets te vragen. Maar je moet wel bij de deur wachten. Want ja, hier zitten allemaal collega's. En kijk, we kunnen wel even naar binnen gluren, want dan zie je wel. We kunnen even dat jullie toch een keer binnen zijn geweest. Even stiekem naar binnen. We hebben een brugklasmentor. We hebben een brugklasmentor. Ja, misschien kunnen we nog wat vragen stellen aan meneer Riksman. Kijk, dit is dus eigenlijk de grens. Hier mag een leerling normaal altijd stoppen, maar nu nemen we je mee naar binnen. Want hier zitten collega's. Oh, mag ik nog een lolly die ik beloofd heb? Ik kan me niet voorstellen dat ik weddenschappen aanga en dat ik dan verlies. Maar goed, we zullen daar. Maar hier zit meneer Riksman. Meneer Riksman is hoofdwerving dit jaar. Die heeft deze digitale open dag tot in de puntjes voorbereid. Hoe loopt het tot nu toe, meneer Riksman? Nou ja, zolang ik hier zit en nergens hoef in te springen, gaat het goed. Dat betekent dat hij het heel goed georganiseerd heeft. Meneer Riksman, ja. U bent brugklasmentor. Zeker. Klopt dat? Ja. Dus het zou kunnen zijn dat ze volgend jaar u krijgen. Als jullie hierheen komen en je gaat naar een HVO-brugklas, zou het zomaar kunnen zijn dat je bij mij in de klas komt. Oké. En wat doet hij anders ten opzichte van andere jaren in de eerste klas? Dus waarom is het zo belangrijk om een goede mentor in de eerste te hebben? Nou ja, wat belangrijk is dat je natuurlijk switcht van basisschool naar middelbare school. Wat natuurlijk al heel spannend is. Ja. Ik weet nog wel van vroeger, ik weet niet of jullie dat hebben, dat ik dat best wel heel erg spannend vond. Zeker. Dus het is belangrijk dat er iemand is die er altijd voor je is, waar je altijd terecht kan. En nu hebben we een hele fijne school waar je eigenlijk bij iedereen terecht kan. Jij staat ook voor iedereen open, ondanks. Ja. Niet? Oh wel. Maar dus het is heel erg belangrijk dat je een aanspreekpunt hebt. En wij als mentoren, we zijn met z'n zessen nu, zorgen er gewoon voor dat alle brugklassen zich heel erg prettig voelen. Dus er komen 6 brugklassen volgend jaar? Ja, we zijn nu met 6 mentoren. Dus dan komen er 6. Ik een kleine wiskundige rekensom. Even een vraag tussendoor, ook wiskundig. Mag ik een hoger cijfer, meneer Riksman? Want ik heb een 4,4. Het hangt er heel erg van wie dat vraagt. Noortje Newport? Ja. Ik neem hem in beraad. Ik ga erover nadenken. Dank u wel. Als Ajax wint morgen, dan neem ik hem nog meer in beraad. Oké, nou, dat is belangrijk. Dank u wel. Wij gaan even naar aardrijkskunde, want daar zijn we niet geweest. Ja. En dan komt toch echt de vraag, de belangrijkste plek van school, daar moeten we toch echt heen. Maar en dat is en blijft, zeg het maar. Kantine? Nee. Hebben we al gehad. De gymzaal. Maar, ja. Dan vergeet je wat. Wat vergeet ik dan? Mijn sleutel. Oh, mijn sleutel. Dank je wel. Kijk. Oh. Als we hem vergeten, krijg ik een boete. Dus ik neem hem mee. Lekker lang. Met een linkje van de gymzaal. Dat is belangrijk. We gaan nu naar aardrijkskunde. En aardrijkskunde is hier in 132. En als het goed is, zijn ze daar bezig. We gaan even kijken of we naar binnen mogen. Ik ben Noortje van den Burg en ik zit hier met mijn collega's Jos en Jasna en Tera. En wij zijn dit jaar de aardrijkskunde docenten hier op deze school. We hebben 10 minuten om wat dingen met jullie door te nemen. En als het goed is, zien jullie dat ook in je scherm. We nemen even door wat is aardrijkskunde. We nemen ook door wat is aardrijkskunde. Het Kennemer Lyceum. Ik neem even met jullie een voorbeeld voor van het boek van de eerste klas. En halverwege hebben we ook nog een klein quizje. Van Italië. Een quizje gaan we hebben over waar Frankrijk. En niet waar. Met wat dingen die we aardig kunnen bij. Heb je een vraag? Stel ze vooral in de chat. Mijn collega's zijn klaar om al die vragen te beantwoorden. En aan het einde zal ik die vragen gaan even samenvatten. En zal ik ook die vragen. Dank jullie wel. Dat was meneer van Genezen. Wat? Ja. We kunnen je moment is daar. Welk moment? Jouw moment.
dat we eindelijk, dames en heren, we gaan nu naar het Mildcourt en naar de gymzaal en naar het veld. En dan gaan we even stiekem een keer doen. Dit mag natuurlijk niet. Ik hoop niet dat het alarm afgaat door de nooddeuren. Kijk eens. En nu kunnen we meteen een mooi beeld hebben van alle 1. Het kopje hier. Oude gedichten. Bij 1. Het Mildcourt. Daar. Ons kunstgrasveld. En daar hebben we weer onze allerbelangrijkste man van school. En hij staat op ons te wachten. Eindelijk heeft hij tijd voor een interview. Kijk, daar komt hij. De belangrijkste man van het Kermelicent. En we gaan het even doen, Arie. Kom mee. We gaan even met uitzicht op ons prachtige sportveld. Ja. Gaan Roxy en ik jou wat vragen stellen. Want Arie, stel je even voor, wie ben je en wat doe je hier? Ik ben Arie, de conciërge. En wij zorgen dat iedereen er binnen kan naartoe, dus dat het gebouw blijft draaien. Dat iedereen kan doen wat ze willen. En wie zijn wij? De leerlingen en de docent en het personeel. Hey, maar jij en Joop, toch? Joop, ja. Joop en ik, ja. Joop, ja. Ja. Dat zijn, en wat kunnen ze bij jou, wanneer komen leerlingen naar je toe? Als ze vragen hebben. Ze hebben allerlei vragen. En wat is de meest voorkomende vraag? Wat is de meest voorkomende vraag? Mag ik een mondkapje? Ja. Ja? Nu, hè? Nu dan, ja, hè? Nu. Ja, ja. Of ik weet mijn lesrooster niet, waar moet ik heen? Ja. Of ja, of andere vragen van... Sleutels kwijt? Sleutels kwijt. Of gaat het regenen vandaag? Oh, moet ik buiten gaan vandaag? Dat weet ik ook, ja, dat weet ik ook, ja. Arie heeft de wijsheid in pacht. Dat denkt hij, hè? Ja, dat denk ik, hè? Ja, ja. Maar voor de rest valt het allemaal mee. Ja. En kan je iets vertellen over de school? Je werkt hier al 19 jaar, volgens mij. Ja, ik ben hier begonnen. Het waren er nog, was het nog heel klein, de school. Was het maar 520 leerlingen. En er waren er nog 2 gebouwen. En ondertussen is alles helemaal volgebouwd. Dus we hebben een nieuwbouw erbij, en een aula. Kijk, kan je het zien. Daarachter, dat torentje. Ja. Daar, dat is het oude gedeelte. Dan hebben we de aula, die is hier, dat ronde gedeelte. En dit is daaraan vastgebouwd. En dat is de personeelsruimte en nieuwbouw. Allemaal aangebouwd. En dat heeft Arie allemaal meegemaakt. Ja, dat is wel heel leuk, hoor. Ja. Ja. Mooi. Dus ik hoop jullie volgend jaar te zien. Ja, dan kun je nog een keer aan me vragen. Ja, dus dan hopelijk tot volgend jaar. Zo. Ja, dat sowieso. Ik heb het koud, Bas, we gaan door. Oh, we gaan door. We gaan naar de gymzaal. Kom, dames en heren, want Roxy heeft het koud. Hier is ons prachtige veld. En daarachter, in de verte, zie je hem al liggen als het goed is, de gymzaal. Eén gouden regel bij ons is, als je gymles hebt, mag je niet over het veld naar de gymzaal toe lopen. Nee, dan moet je keurig over dit pad, waar we nu overheen gaan lopen, gaan we naar de gymzaal. Wat ook wel leuk is om te vertellen, in het eerste jaar, en Roxy is ook mentor.